Goeie avond. Goeie avond allemaal. Goeie avond allemaal. Van harte welkom op deze afsluiting van ons werkjaar 2020-2021. Van harte welkom. Eindelijk nog eens volk in de zaal. Het is wel beperkt, maar toch eindelijk terug mensen hier. Dat doet goed om dat te zien. Maar ook welkom aan alle mensen thuis die het via de livestream aan het volgen zijn. Op deze afsluiting van werkjaar 2020-2021. Wat staat er op het programma vanavond? Even kijken naar de activiteiten die we dit voorjaar al achter de rug hebben. Beperkt weliswaar, maar toch. Vooruitblikken naar wat er komt. En dan vooral aandacht voor de open deurdagen, waar Roger even het thema gaat toelichten van de komende open deurdagen in september. En we sluiten af met Koen Geukes, die een korte voordracht geeft over ruimtetoerisme 2021, het jaar van het ruimtetoerisme. En niet te vergeten natuurlijk dat we nog afsluiten, traditiegetrouw, met een receptie in onze Astrobar. Nu, activiteiten voorjaar om te beginnen. Dat is 2021, hè. Dat doet zo'n beetje vermoeden van dat er in 2020 niks zou gebeurd zijn. Nu, dat is allesbehalve waar. Het was wel een buitengewoon jaar, 2020, dat moeten we niet flauw om doen. Er was heel veel gepland. Onze traditionele activiteiten, hè, de cursussen, uraniummobiel die naar de scholen gaat, de bezoeken op vrijdagavond, de groepsbezoeken, de openingen op zondag, noem maar op. Dat is allemaal in het water komen te vallen. Hè. Het ergste van al, ook de Astrobar was gesloten heel die tijd. Ook een paar extra zaken die we gepland hadden in 2020 zijn weggevallen. Er was de derde etappe van de viering van ons 50-jarig bestaan. Dat in april zou doorgegaan hebben, dat is weggevallen. In november hadden we de viering gepland, 50-jarig bestaan van onze waarnemingstoren. Dat is ook weggevallen. Maar toch, en dat klinkt misschien raar, kunnen we zeggen dat 2020 eigenlijk een succesjaar geweest is voor Urania. Op welk gebied? Wel, je hebt ten eerste de Astroshop. Vele mensen waren in de lockdown, en hoeveel zijn er geweest? Lockdown 1, lockdown 2, lockdown 3 en 3 bis of zo. Waren op zoek naar nieuwe hobby's, naar zaken om hun tijd door te brengen, veel vrije tijd door te brengen. En astronomie was er blijkbaar eentje van, want de omzet in onze astroshop is verdrievoudigd tegenover een normaal jaar. Wij hebben ons met bijvoorbeeld met de Raad van Bestuur heel nauw aan de coronaregels gehouden en altijd via Zoom of via Google Meet vergaderd. Maar ik ben toch een paar maal in dat jaar hier ter plaatse geweest. En het was soms een wegbanen in de gangen, in de bib, in de zaal hier, tussen pakketten en dozen met telescopen die klaar stonden. Het stond overal eivol. Dus dat was een succes. Als we eind 2020, begin 2021 een keer vergelijken met 2019, dan is ons ledenaantal gestegen naar boven de 900. 15% leden meer. Maar vooral de cursussen. U weet, we zijn moeten stoppen met de cursussen hier live, maar we zijn omgeschakeld naar dat systeem van Videopas, cursussen online, waarbij dat mensen het live kunnen zien wanneer ze, of kunnen herbekijken wanneer ze willen met de Videopas. Nu, ons cursistenaantal is gestegen tot boven de 750. Dat wil zeggen een stijging ten opzichte van 2019 met 65%. Qua aantal cursisten. En dat is natuurlijk te danken aan het feit dat die mensen die hier live moeten aanwezig zijn. Hè. We zitten nu met cursisten in de Limburg, in West-Vlaanderen, in Nederland, in Wallonië, noem maar op. Hè. Dus we zitten boven de 750 cursisten. Met andere woorden, dat is een succesformule gebleken. En ja, wat er ook gebeurt in de toekomst, corona of niet, lockdowns of niet, veiligheidsmaatregelen of niet, dat is iets wat zal blijven doorgaan. Hè? Dat we die cursussen die hier live zullen gegeven worden, wel terug, dat we die ook blijven aanbieden via online. Nu, er is toch
Dat ziet u, hard gewerkt in 2020. En voor de mensen die de eerste viering, de eerste twee etappes van 50 jaar Urania meegemaakt hebben, die weten misschien wel dat we toen de nadruk een beetje gelegd hebben op de groei van Urania in die 50 jaar. Dat die er gekomen is dankzij de vele vrijwillige medewerkers. We zitten aan 80, 90, in de 90 vrijwilligers die op een of andere manier hun steentje bijdragen hier. En die hebben we toen regelmatig in het zonnetje gezet. Maar eigenlijk voor vorig jaar wil ik toch van deze gelegenheid nu eens gebruik maken om een paar andere mensen eventjes in het zonnetje te zetten. En dat zijn onze vier vaste medewerkers die we hebben. We hebben vier mensen vast in dienst. Om te beginnen is dat onze directeur, Mark van den Broek. Ook verantwoordelijk voor de Astroshop. En als u weet wat ik daarnet gezegd heb over 3 maal die omzet, dan weet u dat hij vorig jaar heel goed zijn werk gehad heeft. En hier meer dan zijn tijd heeft doorgebracht. We hebben natuurlijk ook nog Matti en Koen, twee educatieve medewerkers, die ervoor gezorgd hebben dat heel dat systeem van online cursussen, dat op punt stond, dat die cursussen konden opgenomen worden, dat die livestreams, dat die konden doorgaan. Koen Geukens ook met zijn livestreams van de alle ruimtevaartmomenten die er waren in 2020, 2021. Nieuwe programmaties, nieuwe programma's gemaakt voor ons planetarium. Dus die mensen zijn ook heel de tijd druk bezig geweest. We hebben als Urania, als volkssterwacht, niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat kon van de overheid mensen op technische werkloosheid te zetten. Mensen zijn blijven doorwerken en hebben hard gewerkt. En last but not least is er ook Hilde Willemsen, die heel die boel administratief in goede zaken heeft geleid. Hè. Al die nieuwe leden, die nieuwe cursisten, dat moet ook administratief goed opgevolgd worden. En die toch, last but not least, ook verantwoordelijk is voor de Sterrenwachter, hè, ons tijdschriftje. En als u de evolutie ziet over de laatste 2 jaar, dan mogen we toch zeggen dat dat een tijdschrift is waar we mee naar buiten mogen komen. Het is niet veel, maar voor die vier mensen die vorig jaar ook heel hard gewerkt hebben, misschien toch een klein applausje ook nu. Dank u, die verdiende dat toch ook van is in het licht gezet te worden. Goed, activiteiten van het voorjaar. Wat hebben we dit jaar al gehad? 24, 25 april, de erfgoeddag, waar we als Urania aan meededen, 120 bezoekers gehad. Dan de eclipse op 10 juni, 60 bezoekers. De zonnekijkdag vorige zondag, 120 bezoekers, ondanks het slechte weer en de bewolking. En toch zien we dat stilkens aan. De interesse terug om naar hier te komen groeit, dankzij de versoepeling die er gekomen zijn in die heel die corona-affaire. En van januari tot mei dat we een klein 2000 bezoekers toch al gehad hebben. En dat Urania Mobiel stilaan ook terug uit de startblokken schiet. 1200 deelnemers aan Urania Mobiel, dus bezoeken aan scholen met de mobiele sterrenwacht. Komende activiteiten, dat zijn natuurlijk in de grote vakantie, zoals altijd gaan we extra bezoekmomenten inlassen. Al die gegevens zijn beschikbaar op de website van Urania en het is ook via die website dat geïnteresseerden, als u kennissen, familie hebt die willen komen kijken, die vinden al die gegevens daar en moeten ook via die website reserveren en inschrijven en tickets kopen bijvoorbeeld voor de planetariumvoorstellingen. Donderdagavonden gaan we zoals traditioneel naar het MAS voor kijkavonden bovenop het dak van het MAS, als het weer het toelaat uiteraard. Dan op vrijdag 13 augustus komt er een kijkavond rond de Perseïde, meteorenzwerm. En 10, 11 en 12 september onze traditionele open deurdagen. Die zijn vorig jaar een beetje in mineur moeten doorgaan. We hopen dat dat dit jaar niet meer het geval gaat zijn, dat we terug volop mensen kunnen ontvangen. Maar dat is nog even koffiedik kijken en misschien wordt dat ook weer terug met de reservaties, beperkt aantal personen per tijdszone. We zien wel hoe dat gaat vorderen tegen dat we begin september zijn. Die open deurdagen die gaan in het licht staan van een
speciaal thema dit keer. We gaan niet naar de toekomst kijken, we gaan een keer terug naar het verleden. En meer bepaald, dat is eentje te ver, meer bepaald naar astronomen van bij ons uit het verleden, die in hun tijd wel beroemd waren, maar nu de meeste toch min of meer vergeten zijn, of soms vergeten zijn. En wat dat juist inhoudt en wie dat zijn of wie dat waren, dat gaat Roger ons nu vertellen. Wel, goedenavond op mijn beurt en dank u, Jeff, voor de introductie. Wel, mensen, de open deurdagen 2021 en hopelijk kunnen we die zonder te veel restricties doormaken. Zelfs met restricties gaan we ons best doen om dat zo aangenaam mogelijk te maken voor alle bezoekers. Nu, ze staan in het teken van astronomen van bij ons, beroemd maar soms vergeten. En we hebben al een vaag voorstelletje voor een affiche. Daar wordt nog wat aangesleuteld, maar we hebben al een affiche. Dat is al iets. Wat ik samen met jullie wil doen, is eventjes drie dingen. Eerst en vooral, hoe is dat thema er gekomen? Hoe zijn we eraan geraakt aan dat thema? Ten tweede, wat zijn de activiteiten die we allemaal gaan doen tijdens de open deurdagen die dit thema verdiepen en die thema verder belichten? En dan tenslotte enkele spin-offs die we al gerealiseerd hebben voor na de open deurdagen, door onze inspanningen tijdens de open deurdagen, dat het toch wel positieve effecten heeft, zelfs achteraf. Goed, ontstaan van het thema. Ontstaan van het thema en ons verhaal begint bij het planetariumproject. Het grote planetariumproject. En op dat moment hebben Jeff en ik zelf het idee van, god, wat is nu de geschiedenis van die Zeiss? Waar komt die vandaan? We weten dat die van de dierentuin komt, maar hoe is die daar geraakt? En zo zijn we beginnen zoeken naar de geschiedenis van het planetarium. En daar heeft Jeff dan uitvoerig gerapporteerd in de Sterrenwachter hoe dat we de Zeiss en zijn voorgangers gevonden hebben en wat daarmee gebeurd is. Maar we hebben het project ook ruimer gezien. We zijn gaan kijken naar het concept planetarium. Want het concept planetarium is gevonden door die Grieken, door Archimedes. En hoe is dat concept in de hele geschiedenis door bewerkt geworden? En zo kwamen we op die merkwaardige figuur, hè, van het concept planetarium, waar onder andere een astrolabium ook een vorm is van planetarium, en waar we met dat astrolabium terecht zijn gekomen bij die merkwaardige figuur van Michiel Coignet. Nu, Michiel Coignet, 16e eeuw, astronoom van bij ons uit Antwerpen, die zeer belangrijk was in zijn tijd. Hij was namelijk de hofingenieur en hofwiskundige van Albrecht en Isabella in Brussel. Hij was buur en kennis en collega van Pieter Paul Rubbes. Hij correspondeerde met Kepler, met Galileo enzovoort. Kortom, een heel merkwaardig man. Met nu nog 33 instrumenten over de hele wereld verspreid in de grote musea. Dus wel een belangrijk iemand, maar spijtig genoeg vergeten. Daar is die lezing dan van gekomen over Michiel Coignet. En na die lezing van Michiel Coignet hebben we dan ook zijn boeken gaan lezen. En in een van zijn boeken, De Zeevaart, wordt het volledig kosmologisch systeem van Ptolemeus, heel nauwkeurig beschreven. Beste beschrijving die ik ooit gelezen heb. En waar ik echt voor in bewondering stond, hoe Ptolemeus, Aristoteles Ptolemeus, daar een volledig concept beschrijft waar hij alles in verklaart, alles logisch uiteent. En daar hebben we dan ook een lezing over gehouden, kosmologie in de 16e eeuw. Goed, tegelijkertijd gebeurt er nog iets anders, terwijl we daarmee bezig zijn en die figuur ontdekken. En ik moet eerlijk zeggen, in 1998 heeft Ad Meskens een boek geschreven en hij is de man die eigenlijk de hele familie Coignet terug van onder het stof heeft gehaald. Er is dan een expositie gebeurd in het Museum van Schone Kunst, ik heb die toen gezien,
En dat is bij mij ergens blijven hangen, maar nu zijn we hem terug tegengekomen en nu willen we er echt iets mee gaan doen. Ed Meskes gaat ook ons helpen bij de open deurdagen, dus we hebben ook contact met hem. Nu, tegelijkertijd, als we daarmee bezig zijn, gebeurt er een tweede ding. Namelijk, in 2019 beslist de stad Leuven om de Maître, Georges Lemaître, te gaan herdenken. Hij is wel geboren in Charleroi, maar dat trekt zich niet aan. Leuven, hij is prof in Leuven geweest, dus Leuven gaat hem herdenken. Goed, langs het Rubinianum om komen ze bij mij terecht en kun jij geen spreekbeurt maken over het genie Lemaître, maar zo dat het grote publiek dat verstaat. Ja, oké, wil ik over de relativiteitstheorie klappen, zodanig dat het grote publiek verstaat. Dus ik begin aan die lezing te maken. Ik breng de mensen in contact met Mark hier, met Urania. Goed, er komt de contact met Urania, komt verder contact met Vereniging voor Vlaamse Sterrenwachten. Maar uiteindelijk stopt dat, door COVID, stopt dat project. Hij wordt op de kast gezet. Maar ja, ondertussen heb ik mijn lezing klaar. Niet erg, want wat gebeurt er nog op dat moment? Op dat moment, COVID treedt in en ja, Walter de Raad en Annelies Barendsen zitten met een probleem. Want veel sprekers die gepland waren voor de seminaries haken af. Willen niet spreken voor een lege zaal. Ja, er vallen gaten. En Annelies hoort van Mark, ja, misschien heeft Roger nog iets. Annelies belt mij op, kun jij eens komen klappen? Ik zeg, over wat, Annelies? Ah, jij had een lezing, was dat niet over Simon Stevin? Ik zeg, nee, dat was over Lemaître. Ah ja, ja, dat is juist, dat is juist. Maar ja, ik zeg, maar als je het wilt over Simon Stevin, dan maken we iets over Simon Stevin. Hè. Dus goed, een lezing over Georges Lemaître en over Simon Stevin. Twee gaten opgevuld van het seminarie. Nu, Simon Stevin, ik ken Simon Stevin van Bruggen, hè, op zijn standbeeld daar in het Simon Stevinplein. Ik ken Simon Stevin ook van Plantijn, omdat hij zijn boeken uitgaf bij Plantijn, de tiende, dat ligt daar trouwens open. Maar bij de studie van Simon Stevin is me iets opgevallen. Namelijk, 2020 zou ook het Simon Stevin-jaar gepland geweest zijn zonder corona, is ook allemaal weggevallen. Omdat hij namelijk in 1620 gestorven is, wou men 2020 ook het Simon Stevin-jaar noemen. Maar in zijn boeken, en ik heb daar ook die lezing gegeven over Simon Stevin, hij schrijft over de hemelloop, waar hij ook zijn idee van astronomie en astrologie, tussen haakjes, geeft. En hij refereert constant naar een zekere Stadius. Hij gebruikt de efemeride van Stadius, de theorie van Stadius, enzovoort. Vraag, wie is die Stadius? Voor mij totaal onbekend, maar op zoek gegaan. En inderdaad, Stadius blijkt ook zo weer een van ons te zijn die we totaal niet meer kennen. Johannes Stadius was niet van de minsten. Hè. Hij is prof in Leuven, in de 16e eeuw weer. Hè. Mathematica. Verlaat Leuven, gaat naar Parijs, gaat lesgeven in het Collège de France. Hè. De eliteschool daar, wordt astroloog van Hendrik III, de koning van Frankrijk, hè, de zoon van Catharina de Medicis, en heeft efemeriden uitgegeven. Efemeriden, dus verschijningen aan de hemel, hè, van de planeten en sterrenbeelden. En die efemeriden zijn zo belangrijk dat zij overal in heel Europa gebruikt worden. Zo ook door Simon Stevin, en zo ben ik achter Stadius gekomen. Die efemeriden vervangen gewoon de efemeriden van de Alfonsijnse tafels die vanaf 1200 gebruikt werden in Europa. Zo belangrijk was hij. Het gaat niet lang duren, want Kepler gaat komen met zijn waarnemingen natuurlijk en dat vaagt alles van tafel, ook Stadius. Goed. Nu, ik ken de Stadius dus, ik ken de Coignet, ik had ook gehoord van Wendelinus, omdat dat de man was die Rubens informeerde over astronomie uit Herk de Stad. En ik kwam ook terecht bij Plancius. Hoe kwam ik bij Plancius? Wel, het boek van Michiel Coignet, De Zeevaart, wordt in de 19e eeuw teruggevonden op Nova Zembla. En de kapitein van dat schip, van Heemskerk, die had een boek van onze Michiel Coignet bij. Dat hij achterlaat in het behouden huis, dat teruggevonden wordt in de 19e eeuw. Link Michiel Coignet met die Plancius. En Plancius was de astronoom die missie naar Nova Zembla gesponsord had. Zo ook bij Plancius terechtgekomen. Voilà, dat was een beetje het overzicht. En toen dat we naar een thema zochten voor de open deurdagen, merkte Mark op, kijk nu eens goed naar die slide. Wat zie je? Drie namen. En wat is de grootste gemene deler van die drie namen?
Wel, de grootste gemene deler is, dat zijn astronomen van bij ons, beroemd, maar vergeten. Soms vergeten. Voilà. En zo zijn we aan dat thema gekomen. Nu, hadden we dus de 16e eeuwers, hè? Stadius, Plancius, Wendelinus, Coigné. We hadden een 20e eeuwer, Georges Lemaître. En als je dat zo bekijkt, is er wel een groot gat. Kunnen we dat niet opvullen? En jawel, in de 17e eeuw vinden we daar Ferdinand Verbist en in de 19e eeuw Adolphe Quetelet. Twee ook beroemde mensen, zeker in hun tijd. Hè. Van Ferdinand Verbist weten we allemaal dat hij in China, in Peking, hè, het observatorium daar gestart heeft, de recteur. Maar er is juist een heel goed boek verschenen. God of Keizer? Over Verbist. En het is een heel merkwaardig man met een heel merkwaardig leven. Weet u, kort, ja, mag je. Weet u dat als hij in Peking aankomt, als jonge jezuïet, hij is 30 jaar, hij wordt daar naartoe gestuurd omdat hij een zeer goed wiskundige is en hij moet daar de kalender mee helpen maken met zijn confrater Adam von Schell, een Duitse jezuïet die verantwoordelijk was voor de kalender. Hij maakt de kalender op, maakt een zonne-eclipsvoorspelling daar ook enzovoort, komt allemaal in die kalender. Maar dan verandert het systeem in China, de Manchus rukken op, de Tartaren nemen Peking in en alle Jezuïten de gevangenis in. Worden geketend daar, zien daar maanden af in de gevangenis, verschrikkelijke toestanden. De nieuwe keizer, die zegt, ja, wat moet ik nu geloven van mijn kalender? Want er waren drie astronomische groepen, je had de Jezuïten, de Westersen, hè. Je had de Chinezen zelf, die het op de oude Chinese manier berekenden, de kalender, en je had de Arabische sectie, die dat met de astrolabia van de Arabieren berekenden, enzovoort. Nu hadden die alle drie een zonsverduistering voorspeld, allemaal op dezelfde dag, alleen op een verschillend uur. De Jezuïten om 2 uur, de Chinezen om 3 uur, en de Arabieren om 4 uur. De keizer laat de mannen, de Jezuïten, uit de gevangenis halen. Ze worden geketend en geboeid daar op de grond gegooid van het hof, waar heel het hof bij was, vernederd tot en met. Ze laten de zon groot schijnen op een scherm en de keizer zegt, kijk, liegen tegen de keizer is majesteitsschennis. En op majesteitsschennis staat de doodstraf. Dus wie tegen mij gelogen heeft, verdient de doodstraf. En de doodstraf voor majesteitsschennis, ik weet niet of dat u dat weet, u werd gewoon aan een kruis gebonden en langzamerhand werden vleesrepel voor vleesrepel van uw lichaam verwijderd tot de dood erop volgt. Kunt u voorstellen, onze jonge 30-jarige Ferdinand ligt daar op de grond geketend en geboeid, kijkt naar die zon vol spanning en wacht wanneer dat die eclips gaat beginnen. Ik neem aan dat de meesten van ons onder minder stress een paar weken geleden de zonsverduistering hebben meegemaakt. Maar hij heeft chance, juist op de minuut dat hij voorspeld had, woeps, komt die maan ervoor. De keizer is zo woedend dat hij de anderen, de Chinees en de Arabier, laat terechtstellen. En onze Ferdinand wordt directeur van, geraakt uit de gevangenis en wordt zelfs directeur van het Astro. En zo zijn er vele verhalen te vertellen over Ferdinand Verbist. Adolphe Quetelet dan. Adolphe Quetelet, wel ook een animische figuur. Hè. Adolphe Quetelet, geboren in Gent, gestudeerd in Gent. En die stichtte samen met Verhagen de ULB, de universiteit in Brussel. Maar hij doet veel meer. Hij richtte wat later de Koninklijke Sterrenwacht van België richt hij mee op. En hij doet nog veel hoor. Hij is statisticus, bijvoorbeeld de Body Mass Index. Hè? Dat is van hem, dat is eigenlijk de Quetelet-index. Dat heeft hij beschreven. Hij organiseert grote verkiezingen in België. Maar voor de allereerste keer in een Europees land moeten ze niet alleen gaan stemmen, maar moeten ze nog een paar vragen beantwoorden. En daar doet hij een hele demografische studie mee als statisticus. Heel interessant. Maar Quetelet is vooral bekend en zo komt hij hier terecht dan. Namelijk 1931, de eerste trein Bolt op het Europese vasteland. En die gaf van Brussel naar Mechelen. Hè? Dankzij Leopold I en Stephenson. Goed. Probleem met die spoorwegen is, al die treinen vertrekken te laat, komen te vroeg aan. Allee, dat is één cacophonie, dat marcheert niet. En dus verschijnt er in het Belgisch Staatsblad een wet die zegt dat elke stad die een station heeft, moet een officiële tijdsregistratie hebben. En Quetelet wordt aangesteld om dat te gaan verwezenlijken. En hij doet dat in vele steden. En hier in Antwerpen hebben we dus nog een restant van Quetelet. En ik ben Quetelet zeer dankbaar,
Want ik heb er al veel plezier aan gehad, enquêtelij. Want elke keer als ik in de kathedraal kom in een groep, en in de kathedraal, ik weet niet of dat u het weet, staat een heel mooie koperen lijn op de grond. En ik laat de mensen dan altijd raden wat die koperen lijn is. En je krijgt daar de meest hilarische antwoorden uit. Ik heb daar dus al veel plezier mee gehad, maar in ieder geval, dat is een realisatie van enquêtelij. Dus voilà, we hebben een set van astronomen van bij ons die we in het licht willen stellen. Goed, we hebben er natuurlijk vier van de 16e eeuw. Waarom hebben we er nu vier van de 16e eeuw? Omdat die 16e eeuw voor ons, mensen die geïnteresseerd zijn in astronomie, van cruciaal belang is. Als ik eventjes de tijdsas uitzet, 1500, 1600, 1700, en ik teken het leven van onze vier astronomen, namelijk Stadius, Plancius, Wendelinus en onze Coignet daarbij, dan ziet je dat de tijdgenoten zijn, situeer zich daar in de 16e eeuw. En wat is er nu zo speciaal aan die 16e eeuw? Wel, we gaan eigenlijk van een tijd die volledig gedomineerd wordt door de astrologie, waar astronomie eigenlijk maar een hulpwetenschap is om tot die horoscoop te komen, en naar een tijd waar de astronomie het volledig overneemt en die astrologie eigenlijk volledig verdwijnt en zelfs na 1700 uit onze universiteiten gaat verdwijnen. Die hele overgang. Maar het is ook een kanteleeuw, want we gaan van een geocentrisch beeld dat al 1500 jaar, 2000 jaar bijna meegaat, waar af en toe is iemand zoals Aristarchus durft zeggen, heliocentrisch, maar die wordt dan even opzij geschoven, naar een volledig heliocentrisch beeld. Dus dat is een hele kanteleeuw geweest. En als we nu zien, onze astronomen, hoe worden die ingekaderd door namen die we allemaal kennen? Wel, we zitten hier met Copernicus, we zitten hier met Brahe, hier met Kepler, hier met Galileo en tenslotte hier met Newton. Ziet u, van Copernicus tot Newton, daar kaderen die in. Dus is het heel interessant om te zien hoe staan die mensen tegenover die omwisseling. En dan zien we dat een Stadius nog volledig met astrologie bezig is, nog astrologie wat de klok slaat. Wendelinus zal daar volledig van afstappen en volledig Copernicaan zijn. Ook onze Coignet. Onze Coignet schrijft naar Albrecht, van Albrecht en Isabelle, zijn broodheren. Hij wordt gevraagd om een cursus wiskunde te maken en hij zegt, mijn lessen astronomie zullen zijn gebaseerd op wat Copernicus geschreven heeft. Dat zegt hij in 1598, 15 jaar voor Galileo zich gaat bekeren tot dat heliocentrisme. Dus toch wel belangrijke mensen, denk ik. Voilà, ontstaan van het thema. En waar zitten die astronomen? Als we hier de kaart van Vlaanderen hebben. Wel, ze zitten in, en ik ga ze even langs gaan. Loenhout, Johannes Stadius. Dranhouter, Petrus Plancius. Herk de Stad, Godefridus Wendelinus. Ja. Oh, blijft hangen. Blijft hangen. Help, help. Welk? Ah ja, zo. Antwerpen, Michiel Coignet. Pietem, Ferdinand Verbist. Gent, Adolphe Quetelet. Ja, en ik heb dat ook even bij Vlaanderen gepakt. Charleroi, Georges Lemaître. Voilà. Zo ziet je dat ze ook geografisch eigenlijk heel mooi gespreid zijn. Ja, ik ga hiervoor doen. Nu, wat zijn de activiteiten die we gaan ontplooien? De eerste activiteit, maar ik weet dat eigenlijk nog maar 10 minuutjes geleden dat ze klaar is. Koen Geukes gaat voor ons een stellariumprogramma maken, een kort stellariumprogramma, namelijk over de ontdekkingen van Wendelinus, die als eerste correct de precessiebeweging volledig uitrekent, hoe hij dat gedaan heeft en zo. We hebben daar een heel mooi programmetje voor gemaakt. Dat staat er dus nog niet bij, maar dat is een van de activiteiten die we in onze dome als doorlopend kunnen doen om het astronomisch werk van onze mensen eigenlijk een beetje uit te diepen en te belichten. Het tweede dat we gaan doen dan, is dan de posters. We hebben dus van al van onze astronomen hebben gigantisch veel informatie. En het gaat nu voor Matti een moeilijke opdracht zijn. Maar Matti gaat dat perfect doen. Hij doet dat elk jaar op schitterende wijze. Uit die massale hoop informatie die we verzameld hebben van die 7 astronomen, gaat hij nu proberen een poster te synthetiseren.
We gaan er wel 3 voor Coignet pakken en 1 voor de andere. Omdat al die anderen, die hebben allemaal stambeelden, een krater op de maan, een planetoïde, een straat, een plein, een boot, een aula aan de universiteit, een sociëteit op hun naam staan, behalve onze Coignet. Die heeft niks. Onze Coignet heeft geen straat, geen plein, geen aula, geen sterrenwacht naar hem genoemd, zoals in Dranouter de sterrenwacht, heeft geen niks naar hem genoemd. En u ziet waar we stilletjes aan naartoe gaan. Hè? Of naartoe willen gaan. Goed, na de postersactiviteit hebben we de lezingen. We hebben 3 lezingen, vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag zal ik het thema wat toelichten. Zaterdag hebben we Ad Meskens, hè? De man waar we al onze informatie van hebben van Coignet. En Ad die komt, is wiskundige en historicus en die komt ons vertellen over het astrolabium. Het astrolabium, mensen, waar Gullen nu alle gsm en gps voor gebruikt, daar gebruikte de middeleeuwer zijn astrolabium voor. Hè? Dat was tijdsbepaling, plaatsbepaling, rekenmachine, u noemt het maar op. Geoffrey Chaucer, in de 14e eeuw, geeft aan zijn 10-jarig zoontje een astrolabium en schrijft een boekje hoe dat manneke dat astrolabium moet gebruiken. Dus heel belangrijk. Dan, zondag hebben we Koen die ons gaat vertellen van de Hubble naar de James Webb. En hopelijk Koen gaat een James Webb in oktober naar boven. Laat ons hopen. Dan hebben we nog een activiteit gepland, een zoektocht. Een zoektocht naar de instrumenten van Coignet. Het zou leuk zijn als we de instrumenten van Coignet hier zouden gekregen hebben. Ik ga er zometeen wat meer over vertellen, maar dat blijkt totaal onmogelijk. Maar niet erg, we hebben ons dan beholpen met het volgende. Het idee is dat dit een familiegebeurtenis is, dat iedereen dan kan aan meedoen. Dus mensen komen binnen en krijgen een deelnemingsformulier. Voilà. Hier ziet u Coignet. Een afbeelding van Coignet bestaat er niet, maar we hebben er zelf eentje gevonden. En uitgevonden. En voilà, de zoektocht wordt uitgelegd. U moet 6 pancardes zoeken, tekeningen, artistieke impressies van de instrumenten. En die gaan we dan ophangen overal op Urania. En de allerkleinste kunnen meezoeken, want op elk van die pancartes of posters, gaat duidelijk het tekentje, het logootje staan, zodat de allerkleinste ook kunnen meezoeken hè, wat het is. De groteren die kunnen al lettertjes zoeken, want op elke pancarte moet u lettertjes vinden. En met die lettertjes kan u kan het raden, al een codewoord vinden dat u aan de achterzijde van het deelnemingsformulier kan invullen. En dan kan u misschien bij de trekking van zondagavond een van de 3 gelukkige winnaars zijn die een waardebon van €20 kan winnen. Hè? Dat is een beetje de bedoeling. Nu, het hele puzzelgebeuren is gemaakt door onze meester cryptograaf, de chef, die elke maand elke 2 maanden in de sterrenwachter een cryptogram schrijft. En de hele artistieke uitwerking van dat concept, daar hebben we een Vlaamse kunstenares voor gevonden, die dat gratis voor ons heeft willen doen. En die kunstenares heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in astrokunst. En dat is niet minder dan onze collega Annemie Thijsmans. Voilà, dat is een beetje de zoektocht. En ik wil al anticiperen op vragen van jullie. Ja, Jeff, Annemie en ik, wij kennen het codewoord. Maar nee, we gaan het niet vertellen aan jullie. Jullie moeten het zelf zoeken. Goed, dat was de zoektocht. Dan een tentoonstelling. Het zou natuurlijk netjes geweest zijn als we Coignet-instrumenten zouden kunnen hebben. Hè? Maar die zitten in musea in Londen, Parijs, Madrid, Potsdam, Chicago, noem maar op. We weten ze overal zitten, alle 33. België zitten er 2, Museum voor Kunst en Geschiedenis en het MAS. Jeff en ik, wij zijn alle mogelijkheden gaan onderzoeken waar we die instrumenten konden vinden, maar eigenlijk bij het MAS bleek het niet mogelijk en ook Museum Kunst en Geschiedenis niet. Men moet een dik dossier indienen, allee, kortom, praktisch gezien onmogelijk. Maar we hebben wel andere mensen bereid gevonden. Dus we hebben
Het Museum Kunst en Geschiedenis afgedaan. Museum aan de Stroom, waar er elk één zit. Maar we hebben ook de Sterwacht van België zijn we naartoe geweest, de Hoogde Zeevaartschool, het Mercator Museum en verschillende privéverzamelaars. En we hebben toch wel succes, want ik zal u enkele foto's tonen die al zeker zijn van oude astronomische instrumenten die we kunnen krijgen. Voilà, dat is al zeker. En we onderhandelen nog over een sextant, een octant. En nog vele andere dingen. Een handgeschreven documentje van Lemaître en ook de meridiaankijker van Quetelet. Die hopen we nog te krijgen. Goed, we hopen van u een tentoonstelling te kunnen presenteren. Nu, ondertussen heeft Jeff een annonce gevonden om dat astrolabium aan te schaffen. En voor slechts €150 hebben we een prachtig astrolabium, 20 centimeter breed, messing. Met alles erop en eraan dat we ook kunnen tonen. Goed, nog dan de spin-offs, dat waren de activiteiten. De spin-offs, wel, uiteindelijk gaat die herdenking van Lemaître door in Leuven. Namelijk, die gaat nu Knal heten, 15, 16 en 17 oktober. Voilà. Nu, het concept is totaal veranderd. Men gaat weg van het wetenschappelijk concept en maakt er een volksfestival van. Dus met andere woorden, Knal, vuurwerk, dansvuiven, straatanimatie, kinderdingen enzovoort. Men gaat op die tour op het hele weekend. Door onze contacten gaan we toch deelnemen, namelijk een starparty op het Ladeuzeplein met VVS is gepland. En we gaan er ook staan met onze dom, waar we dan een doorlopend filmpje gaan tonen om wat reclame te maken voor Urania. Voilà, dat is nog volop in de maak. Dat is een eerste spin-off. Tweede zijn de seminaries. Wel, we hebben drie lezingen van de seminaries. We hebben Chris de Bare. Door onze contact met de Hoge Zeevaartschool zijn we in contact gekomen, Jeff en ik, met Chris de Bare. En Chris de Bare die is professor aan de Zeevaartschool, maar is ook kapitein ter lange omvaart en heeft een jarenlange ervaring op alle zeven wereldzeeën als kapitein van grote olietankers. Die man heeft een heel bewogen leven gehad en die komt ons vertellen over hoe de mens vanaf de veilige kusten, als hij die verlaat, hoe hij de sterren gebruikt om te navigeren. Als in de geschiedenis teruggekeken. En zijn collega, professor Marieke Utten van de Hogere Zeevaartschool, die komt ons vertellen hoe men nu de dag van vandaag nog aan astronavigatie doet in de moderne apparatuur. En dan zelf ga ik als spin-off ook nog een lezing geven over astrologie als cultuurverschijnsel, juist met die 16e eeuw waar ik frontaal in contact gekomen ben met die astrologie van al die astronomen, gaan we daar wat dieper op in. Goed, dat waren de lezingen. En tenslotte het materiaal en de contacten die als spin-off gelden. Wel, we gaan de posters van Matti hebben voor een heel jaar over onze astronomen. We gaan de posters hebben van Annemie over de instrumenten. We gaan het astrolabium constant kunnen tentoonstellen, later ook, naast onze sterrenschijf. Want die sterrenschijf is het jongere zusje van zo'n astrolabium. Door onze contacten met de Hogere Zeevaartschool zijn er nu plannen om ons planetarium eigenlijk te delen en met die mensen samen te werken. En contacten met het MAS, we denken eraan, maar dat is nog heel vaag, om eens iets rond Kwanjet te doen. Dan moeten ze hun toestel niet verplaatsen, weet het. Als we het met hun doen, kunnen we daar de tentoonstelling doen en geraken we toch aan een Kwanjet aan om met hen samen eens iets misschien te doen in de toekomst. Voilà, dat was een beetje wat ik jullie wou vertellen. Dank u wel voor de aandacht. Ik hoop dat ik niet te veel over tijd ben. En dan geef ik nu, tenzij er vragen zijn, niet direct vragen, dan dank ik jullie hartelijk voor de aandacht. En Koen, het woord is aan u voor de volgende presentatie. Goedenavond. De grote vakantie is begonnen. Een ideaal moment om een keer over wat toeristische mogelijkheden te praten. En we zijn hier een volkssterwacht voor iets, dus we gaan het hebben over het ruimtetoerisme.
Ik weet niet, vergeef mij, maar ik heb niet nagekeken op de desbetreffende website. Ik weet niet of de ruimte nu een groen, oranje of rood gebied is. Dat zal zo niet het probleem zijn. Ik denk vooral, je kunt alleen maar vertrekken vanuit Amerika of Rusland. En ik denk dat dat eerder een probleem is om daar sowieso al te geraken. Nu, er zijn al ruimtetoeristen geweest. Nochtans gaat dit jaar het jaar worden van het ruimtetoerisme, omdat letterlijk en figuurlijk, op welk niveau dat je het ook hebt, het ruimtetoerisme echt van de grond gaat geraken. Ik heb gezegd, we hebben al ruimtetoeristen gehad en hier hebben ze alle 7. Als u goed kan tellen, en ik neem aan dat dat hier geen probleem kan zijn, gaat u 8 kopjes tellen. Wel, 1 van die 7 is 2 maal geweest, vandaar dat hij er ook 2 maal tussen staat. Ik ga het foto ook niet verklappen, maar het is de heer Simoni die 2 maal naar de ruimte is geweest. Een enkel reisje kostte, heen en terug bedoel ik dan, kosten in die tijd ergens rond, laat ons maar zeggen, de $30 miljoen. Dat zijn mensen die echt niet weten wat ze moeten doen met hun geld. Want hij vond dus de eerste keer zo leuk dat hij 2 jaar later opnieuw geweest is. Nu, dus de periode van 2001 tot 2009. In die periode was de enige manier om als toerist in de ruimte te geraken, om dat met de Russen te doen. Met de goede oude Soyuz, die al sinds de jaren 70... de Russen in de ruimte brengt, die al meer 10 jaar lang, ondertussen het ISS al 20 jaar lang, mensen naar die ruimtestations transporteert. En in die jaren, het eerste decennium van deze eeuw, hadden de Russen plaats om al eens een keer iemand mee te nemen die daar wou voor betalen. NASA was eerder weigerachtig. Die vonden dat er geen plaats was voor toeristen aan boord van het ruimtestation. De Russen vonden dat wel, vooral omdat ze dus ook een beetje geld binnenkregen. Nu, waarom is dat gestopt in 2009? Wel, dat heeft in zekere zin iets te maken met Frank de Winne, al is het helemaal niet zijn schuld. Maar toen Frank de Winne in 2009 aan zijn tweede ruimtevlucht begon, aan zijn tweede... Het was een lange ruimtevlucht en voor 6 maanden, u weet, de 2 laatste maanden was hij ook commandant van het ruimteschip. Maar zijn vlucht was de eerste vlucht waarbij het ISS van een standbemanning van 3 mensen overgegaan is naar 6 mensen. Dat betekende dat, want de Space Shuttle kon maar 3 weken maximaal in de ruimte blijven, dat er continu 2 Soyuz-capsules aan dat ruimtestation moesten gekoppeld zijn en dat die 3 zitjes in zo'n Soyuz-capsule ook altijd bezet waren door die astronauten. Dus er was gewoonweg geen ruimte meer, letterlijk en figuurlijk, voor een toerist naar het ruimtestation te sturen. Tot overmaat van ramp in 2011, overmaat van ramp in figuurlijke zin, in 2011 met STS-135, met het ruimteveer Atlantis. In juli 2011 was het de allerlaatste vlucht van het ruimteveer en konden de Amerikanen zelf ook niet meer in de ruimte geraken. Zij betaalden de Russen daarvoor en de Russen uiteraard waren zeer vereerd dat de Amerikanen van hun diensten gebruik maakten en ze hebben ook het nodige daarvoor gefactureerd. Het was niet dat de Amerikanen geen andere plannen meer hadden. Zij waren op dat moment al bezig met het Space Launch System, de nieuwe Saturnus V-raket zal ik maar zeggen. En een nieuwe capsule, vroeger hadden we de Apollo-capsule, nu ging dat de Orion-capsule worden. Ze waren daar toen mee bezig en ze zijn daar nu nog altijd mee bezig. Alleen hopen we dat we ook dit jaar op dat vlak een eerste lancering gaan krijgen, al zal ze ook nog onbemand zijn. Maar goed, om toch Amerikanen naar het ISS te kunnen sturen met eigen raketten, met eigen capsules, besloten ze om dat werk eigenlijk uit te besteden, te outsourcen, zoals ze dat tegenwoordig zeggen, aan de industrie. En uiteindelijk gaven zij contracten aan SpaceX en Boeing om dat voor elkaar te brengen. En Boeing bouwde de Starliner, die in december 2019 zijn eerste onbemande testvlucht moest doen, want dat had NASA wel gevraagd, van kijk, wij willen uw capsule wel gebruiken, maar je moet demonstreren dat het werkt. Eerst met een onbemande testvlucht, onbemand lanceren, koppelen en terugkomen, en dan moet je dat ook nog bemand herhalen, vooraleer dat wij effectief onze ritjes naar het ruimtestation gaan bestellen. Die eerste onbemande testvlucht voor Starliner lancering liep goed, maar dat ding heeft nooit het ruimtestation gezien. Er zat ergens een bug in de software en dat heeft dan een hele tijd geduurd. En we hopen dat deze zomer Boeing dan toch die onbemande testvlucht met succes gaat kunnen uitvoeren.
Als dat lukt, mogen ze later dit jaar, waarschijnlijk eind 2021, begin 2022, met deze capsule mensen naar het ISS lanceren. En als dat ook zonder problemen verloopt, dan gaan ze voor NASA effectief missies mogen uitvoeren. Ondertussen ging de Crew Dragon van SpaceX zonder problemen verder. Die kregen wel een succesvolle eerste onbemande testvlucht en Demo 2, de bemande testvlucht. We hebben daar ook een livestream rond gedaan. De lancering was in mei 2020, dat is ondertussen dus ook al een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden. Toen werden Bob en Doug gelanceerd. Again, American astronauts with American rockets from American soil naar het ruimtestation. Na 9 jaar onderbreking, een heel belangrijk moment voor die Amerikaanse ruimtevaart. Nu, die capsule, en dat geldt ook voor de Starliner, is geen eigendom van NASA. De Space Shuttle was eigendom van de NASA. SLS, Orion, Orion capsule, wordt eigendom van de NASA. Starliner blijft eigendom van Boeing. Crew Dragon blijft eigendom van SpaceX. NASA beschouwt hun gewoon als taxidiensten. En een taxi is ook niet van u, maar je bestelt gewoon op het moment dat je er een nodig hebt, bestel er een en je rijdt daarmee naar wat je wilt. De NASA vliegt met die capsules dan naar het ruimtestation. Wat dat betekent, dat natuurlijk, aangezien dat NASA geen exclusief contract heeft, dat jij ook een capsule kunt bestellen en zegt van, lanceer me maar eens een keer naar de ruimte. Nu, in eerste instantie is het vooral NASA die van de diensten gebruik gemaakt heeft. En van 16 november 2020 tot 2 mei 2021, een goede maand geleden, is dus de Crew 1-mission doorgegaan. Ja, heel originele benamingen hebben ze ook niet gevonden, blijkbaar bij de NASA. En bemanning 1, vrij vertaald, of letterlijk vertaald. Deze vier mensen waren dus de eerste die met zo'n Crew Dragon een half jaar in het ISS gewerkt hebben. Dat betekent ook dat 12 jaar na Frank de Winne, toen we van 3 naar 6 zijn overgeschakeld, maar nu overgeschakeld zijn van 6 naar 7 astronauten die continu in het ruimtestation werken. Toen dat Crew 1 bijna gedaan had met zijn missie, zijn de mensen van Crew 2 gekomen. Zaten heel even in het ISS met 4 plus 4 plus 3, dat is nog altijd 11 als ik goed kan tellen. Dat is geen record, want in de tijd van Frank de Winne in 2009 hebben we 2 keer 13 mensen in het ruimtestation gehad. Alles draait rond Frank de Winne in de ruimtevaart. De nieuwe man in Crew 2, die zit daar in het midden met een zwarte t-shirtje. En degene die daar wat uitsteekt, dat is een Europese astronaut, dat is Thomas Pesquet uit Frankrijk. Het leuke is dat bij de volgende missie, de Crew 3 is dat dan, dat daar opnieuw een Europeaan bij zal zijn en in Crew 4, de daaropvolgende vlucht, dat er opnieuw een Europeaan zal zijn. Het zal de eerste keer zijn dat er 3 opeenvolgende Europeanen in dat ruimtestation gaan zitten. Maar, zoals gezegd, iedereen kan de Crew Dragon kopen of kan een vlucht bestellen. En dat heeft deze man die hier links op de foto staat, Jared Isaacman, of Isaacman, ik weet het niet juist hoe ik het moet uitspreken, die heeft zo de Crew Dragon besteld en die gaat in september voor 3 dagen naar de ruimte. Hij heeft zelf beslist van wie dat hem allemaal gaat meenemen. Die 3 gasten hier die hier staan, die hebben een beetje geluk gehad. De ene met de loterij, de andere omdat ze uitgekozen is. En de derde, ook met een soort van loterij, bedoel ik maar simpel zo omschrijven. En die gaan dus in september 3 dagen de ruimte. Gewoon wat toertjes rond de aarde maken, van het uitzicht genieten. Wat experimentjes doen, is wat met de mensen babbelen en terugkomen. En hopelijk niet te ziek zijn onderwegen. Je moet iets voor over hebben als je toerist in de ruimte wilt uithangen. Maar ze gaan dus niet koppelen met het ISS. Ondertussen, Axiom Space is een firma die de toelating gekregen heeft van NASA om het internationaal ruimtestation uit te breiden met een commercieel gedeelte. Voor de industrie, maar ook voor toeristen bijvoorbeeld. En dat commercieel gedeelte dat gaat er waarschijnlijk komen ergens in 2024, 2025 als het goed gaat. Niet in één keer met alles erop en eraan, maar moduleke per moduleke. En dat geeft hun natuurlijk de mogelijkheid, aangezien dat zij een eigen stuk van het ruimtestation hebben, om daar ook veel eenvoudiger als met de NASA mensen naartoe te sturen. Want dan moeten eigenlijk het echte ruimtestation, als ik dat zo mag noemen, dan moeten ze daar niet in, dan moeten ze de andere astronauten in hun werk storen. Maar
Er is al een ruimtestation, dus waarom daar nu al geen mensen naartoe sturen? Dus met Axiom Space heb je de mogelijkheid, en die onderhandelen dan met SpaceX om een vlucht te arrangeren, kun je dus ook naar het ruimtestation vliegen. En die Larry Connor, die heeft dat samen met die twee gasten hier, Mark Petty en Eitan Stibbe, een Canadees en een Israëliër, die drie gaan dus in januari van volgend jaar naar het ruimtestation. Die worden wel begeleid door een echte astronaut, Michael Lopez Alegria, die is vroeger NASA-astronaut, werkt nu voor Axiom Space. Die vlucht die we daarnet gehad hebben, de Inspiration 4, ik zal ze nog eens even terug erbij halen. Dat zijn vier toeristen, daar gaat geen astronaut mee. De capsule doet alles automatisch, ook naar DSS. Er mogen daar vier astronauten in zitten, die moeten niks doen. Die zitten zo wel eens een keer voor de show wat op die touchscreentjes te kloppen. Ze hebben daar toch speciaal handschoentjes voor, dus we moeten dat toch eens een keer uitproberen. Maar voor de rest mogen die eigenlijk nergens niet aankomen, want je computer doet alles zelf. Dus als je die vier astronauten daar toch niks zitten doen, kun je even hoe vier toeristen meesturen, moeten daar geen astronaut mee sturen. Het zal de eerste vlucht zijn met alleen maar toeristen. Axiom Space stuurt wel een min of meer ervaren astronaut, Lopez Alegria heeft een aantal shuttlevluchten achter de rug en die gaat dus wel als astronaut mee. Larry Connor trouwens heeft ook als piloot wel heel wat vlieguren op zijn palmarès staan, dus hij heeft ook wel een beetje ervaring, laat ons maar zeggen. Dat is de Axiom Space AX-1 missie, dus voor januari 2022. En ze hebben ondertussen al voor Axiom 2, de tweede missie, hebben ze al iemand gevonden. En ze hebben ook al een Axiom 3 en een Axiom 4 in bestelling bij SpaceX. Alleen is het probleem dat NASA moet de toestemming geven om die vluchten uit te voeren. En voor Axiom 1 is dat geen probleem. Maar er mogen maar vanuit het Amerikaanse standpunt maar twee toeristenvluchten naar het ISS komen. En zij kennen die toe op basis van, zal ik maar zeggen, een soort offerte of van een draaiboek dat je instuurt. En voor een tweede en een derde missie zijn ze dus nu aan het uitkijken of dat de Axiom Space wordt of een andere organisatie. Als je zelf een reisbureau wilt opstarten om vluchten naar de ruimte, dan kun je ook je plan indienen. En wie weet word jij dan gekozen en dan moet je wel natuurlijk klanten zien te winnen enzovoort enzovoort. Maar dan moet je allemaal in je boekje zetten en de NASA kiest dan wel wie dat er mag. Grote kans is dat het Axiom Space wordt. We zullen wel zien later dit jaar hoe dat uitdraait. Nu, heel even tussendoor, de Russen, hoe zit het daarmee? Want die hebben sinds 2009 geen toeristen meer gestuurd. Nu dat de Amerikanen terug hun eigen capsules hebben, is er terug plaats vrij bij de Russen en kun je dus ook terug opnieuw met de Russen meevliegen. En Tom Cruise had blijkbaar interesse een jaar geleden om de film te gaan opnemen in DSS. Mission Impossible nummer zoveel of iets dergelijks, ik weet het niet. Met een ISS dat opgeblazen wordt, zou grandioos spectaculair zijn, neem ik aan. Maar die film is even op de lange baan geschoven. Maar de Russen vonden dat wel een leuk idee en ze zeggen, we gaan zelf een film opnemen. Tenzij, dan zijn wij een beetje sneller dan die Amerikanen en dan hebben wij de primeur. En ze hebben een scenario uitgeschreven. En ze gingen op zoek naar actrices, dat waren de drie laatste actrices die zijn overgebleven van de meer dan 1000 kandidaten, geloof ik. En het is de linkse die het gehaald heeft, Julia Perezilt, die dus een dokteres mag gaan spelen, die een ziek geworden cosmonaut in het ruimtestation naar het schijnt moet gaan opereren. Dat wordt volgens mij een gigantische smosboel in een gewichtloze omgeving, maar we zullen wel zien hoe dat scenario zich ontwikkelt. Eén probleem. Normaal gezien, als zo'n Soyuz vertrekt, dat is voor een half jaar. Die gaan zo lang niet mogen blijven, die gaan na 10 dagen ongeveer moeten terugkomen. Dan moet die film al ingeblikt zijn, de camera's en zo, die hebben ze met een Progress al naar Ginder gestuurd, dat is er allemaal al. Maar ze dus moet op 10 dagen ingeblikt worden. Dat betekent dat ze met de Soyuz die er momenteel aanhangt, dat is de Soyuz MS-18, dat is het linkse logo daar, en de bemanning die zit daaronder, dat ze met een dia gaan terugkeren. Hè. Soyuz 18 hangt eraan, Soyuz 19 komt eraan, ze nemen die film op en ze gaan met die 18 naar beneden. Maar dat betekent dat die twee heren hier, dat zijn de twee buitenste, ja, als Julia en Klim, want dat is de filmdirecteur, die gaan dus terug, dus alleen de commandant van het ruimteschip die gaat mee en dan die twee filmmensen, dus die twee gasten moeten ginder blijven. Toen dat die vertrokken was het allemaal nog niet zeker, maar die gaan nu waarschijnlijk in plaats van een half jaar, een jaar in de ruimte blijven. Misschien nog langer, want Soyuz MS-20, dat is de volgende, die gaat ook een beetje sneller, maar die gaan ook geen half jaar in de ruimte blijven.
Mizurkin is de cosmonaut van dienst, hè, dus daar zit wel altijd bij de Soyuz een Russische cosmonaut bij. Maar er zitten ook nog twee Japanners bij, de Yusaku Maezawa en de Yozo Hirano. Nu, Maezawa is geen helemaal onbekende op dat vlak, want die heeft een aantal jaren geleden bij SpaceX al een vlucht naar de maan besteld. Geen maanlanding, maar om eens een keer een paar toertjes rond de maan te maken en dan terug te komen. Spaceship van Elon Musk, sorry, is een Starship van Elon Musk, zoals dat hier staat. 2023 moet dat dus kunnen gelanceerd worden, moet dan naar de maan vliegen en terug te komen. Hè. Zo is dat beloofd, of zo. Daarvoor heeft hem toch 1 miljard, geloof ik, op tafel gelegd om die lucht mogelijk te maken. Dollar, wel te verstaan. Je moet er iets voor over hebben. Hè. Maar om tussendoor, om toch wel eens een keer met de ruimte gewoond te worden, heeft hem dus ondertussen ook met de Soyuz besteld om eens een keer naar het ISS te vliegen. Die maanvlucht, dit hier, Starship, is maar de tweede trap van de raket. Ja, dat ding is 50 meter hoog. We hebben dat al eens een keer omhoog zien gaan, 10 kilometer, en terug zien komen. Heel veel keren ontploft. De laatste keer is dat bij de landing gebleven. Is er geen ontploffing, geen vuurwerk meer gekomen. En nu zijn ze bezig om een eerste orbitale lancering voor te bereiden. Daarvoor moet er een eerste trap komen die dat Starship in een baan om de aarde moet brengen. Dat is de Super Heavy, zoals dat ding noemt. En dat is Booster 3, dat is het derde prototype dat ze naar buiten gerold hebben deze keer. De eerste keer dat er een naar buiten rolt. Ze gaan daar testen mee doen dat die brandstoftanks niet gaan ontploffen als je die, dat die de druk aankunnen. Ze gaan de motoren een keer testen. Starship, deze hier, die had 3 motoren. En als ze die aanstaken, dan vloog de beton al in alle stukken. Hier gaan er geen 3 in steken, hier gaan er 28 in steken. Ja. Wat dat gaat geven, ik weet niet of dat je nog veel beton gaat terugvinden. Maar dat gaat een heel spektakel zijn. 70 meter hoog, zet daar nog 50 meter erop. Je hebt 120 meter, dat is 10 meter hoger dan die Saturnus 5 raket die we ook in de bar hebben zien staan of in de tentoonstelling. Net iets hoger dus dan de Saturnus 5 van de jaren 60. En volgens Musk zou er deze zomer zo een orbitale lancering zijn. Dus stel daar maar een paar maanden bij. Laat ons hopen dat we inderdaad dat spektakel zien vertrekken ergens in de loop van dit jaar. Maar als je aan dat orbitaal ruimtetoerisme wil doen, dat is al wel duidelijk, dan hebben we het niet over deze vluchten, maar over die vorige vluchten met Crew Dragon en zo verder, dan moet je toch een checkboek hebben of een spaarboekje, laten we dat zo zeggen, of beleggingen, want niemand heeft nog een spaarboekje blijkbaar, of het mag niet meer van de bank, en ik weet niet hoe dat het zit, maar je hebt toch al direct een kapitaal nodig van, laten we maar zeggen, een 30 à 50 miljoen dollar. Ik weet niet dat iemand zich al geroepen voelt om te vertrekken, vooral misschien omdat hem het niet ziet zitten, dat kan ook natuurlijk. Maar je kunt ook goede koper, en daar gaan deze twee heren voor zorgen. En we zitten daar, heel eerlijk gezegd, ook al heel wat jaren op te wachten. Ja? Onze rechtse vriend hier, Richard Branson, zei in 2004 dat hij in 2009 voor het eerst toeristen niet in een baan om de aarde ging brengen, want dit gaat over suborbitaal toerisme. Dat wil zeggen, we gooien nu naar boven, je komt even in de ruimte en je valt terug naar beneden. Alles op een veilige manier natuurlijk. Hè. We noemen dat suborbitaal ruimtetoerisme, omdat je geen baan om de aarde maakt. Maar je komt wel in de ruimte. Bij Branson wil dat zeggen, de Amerikaanse grens met de ruimte, dat is maar 50 mijl, 80 kilometer. Met Jeff Bezos wil dat zeggen, 100 kilometer, de internationale grens met de ruimte. En dat spelen ze uiteraard ook uit. De ene zegt, wij gaan echt naar de ruimte. Nou ja, je kent dat wel. Twee ego's tegen elkaar. En dat heeft voor figuurlijk vuurwerk gezorgd dit jaar. Want we zeggen al jaren, oké, dit jaar gaat het er eindelijk van komen. Eindelijk gaan die mannen eens een keer toeristen in de ruimte lanceren. En elk jaar was, nee, we gaan dat volgend jaar doen. Maar dit jaar wordt het spannend. Laat ons eerst de Richard, zijn project Virgin Galactic voorstellen. Zij vertrekken met hun toestel van op Spaceport America. Dat is dan ergens in de woestijn in New Mexico. Daar is daar niet veel te beleven buiten die betonstrip en zo een futuristische ruimtehaven, waar ook een vrij futuristisch uitziend ruimtetoestel gaat vertrekken. Het is eigenlijk een vliegtuig
maar het is een van Bert Rutan, een man die dat ontworpen heeft. En die heeft zo allemaal van die speciale toestellen. Het is een vliegtuig met een dubbele romp, ja, met één grote gemeenschappelijke vleugel, waar dan in het midden van de vleugel het ruimteschip hangt of het ruimtevliegtuig hangt. Dat wordt gebracht naar een hoogte van een 13, 14, 15 kilometer. Daar wordt het ruimtevliegtuig gedropt. Het gewone vliegtuig maakt dan dat dat weg is, want het ruimtevliegtuig ontsteekt zijn raketmotor en dat vliegt naar boven. En dan is de bedoeling dat dat vliegtuig weg is natuurlijk. Dat vliegt naar boven, dat zet onderwege, is de motor op, is de brandstof op, dan vliegt dat nog een beetje verder totdat zijn snelheid helemaal kwijt is, maar op dat moment zit je boven de 50 mijl, zit je ergens tussen de 80 en de 90 kilometer, moet je gordel een keer losdoen, moet je eens een keer wat rondzweven, is door het raam kijken, want je ziet de kromming van de aarde, je ziet de dampkring, je ziet de donkerte van de ruimte, en dan moet je maken dat je je gordel terug vastmaakt, want je valt terug naar beneden. Daarvoor hebben ze ook een hele speciale techniek. Je ziet hier mooi die vleugels naar achteren. Wel, als ze naar beneden komen, om dat toch een beetje stabiel te laten verlopen, worden die in een hoek van 90 graden gedraaid. Hetgeen dat je hier ziet, zorgt ervoor dat dat een beetje stabiel naar beneden komt, dat dat ook een beetje snelheid doet afnemen. En als ze dan laag genoeg zijn en traag genoeg vliegen, komen die vleugels, als ik dat zo mag noemen, terug naar beneden geklapt en kom je als een zweefvliegtuig naar beneden. En dan zijt je op het moment dat je gedropt wordt tot dat je landt, zijt je iets van een 10 minuten weg geweest, maar het duurt wel een uur eer dat je dus op die 13 kilometer hoogte komt. Uiteraard komt dat vliegtuig later uiteraard ook terug. Hier zitten wel twee piloten in en in het toestel zelf zitten ook twee piloten in, plus dan de bijkomende passagiers die dan betaald hebben om dit spektakel mee te maken. En we hebben al vluchten gehad, want dat ding is uiteraard getest geweest, aangezien er steeds twee piloten aan boord zaten. Hebben dus elke keer als die boven de 50 mijl geweest zijn, hebben dus twee mensen die dus heel even in de ruimte geweest zijn. Maar 11 juli staat er een heel speciale vlucht op het programma. Dat wordt Unity 22 met als bemanning ten eerste uiteraard twee piloten, Dave McKay en Michael Masucci. Die zijn beiden al boven de 50 mijl geweest, McKay zelfs al twee maal. Maar ze hebben gezelschap bij, hun passagiers zijn dus de vier die je hier ziet met Richard Branson op kop, die zichzelf Astronaut 001 noemt. Oké, er zijn al 600 mensen in de ruimte geweest, zo 001 is dat ook niet. En die 001 zou ook niet in de ruimte gaan als hij daar geen twee piloten bij heeft. Maar kom, hij is astronaut 001. Ben ik al blij dat hij zijn eigen in 007 genoemd heeft, maar zwart. En hij gaat evalueren, als je dus een van jullie later, als je $250.000 veil hebt, of zo daarachterheen, want dan gaat prijzen gaan opslagen, $300.000 ter beschikking hebt, dan kun je dus mee. Dat is veel minder dan die 25 miljoen of die 30 miljoen daar straks. Kunt je mee en hij gaat dan eens een keer ervaren of nagaan hoe dat die ervaring is, wat er moet bijgestuurd worden. Moet je er bijvoorbeeld bij je champagne, als je voordat je betrekt, nootjes krijgen en dat soort van zaken. Ik weet niet of dat er een steward of een stewardess rondloopt als je in dat urken naar boven aan het vliegen zei dat je dat niet steken krijgt. Ik weet niet of dat er allemaal aan gedacht wordt, dat moet hij allemaal gaan uitzoeken. En dan een aantal mensen die een aantal andere zaken, allerlei procedures moeten controleren. Dat toestel gaat ook in de toekomst gebruikt worden, niet alleen om toeristen te lanceren, maar in de loop van dit jaar bijvoorbeeld, de Italiaanse luchtmacht heeft al een vluchtje gereserveerd om met drie Italianen zo'n vluchtje te doen om een aantal experimenten in gewichtloze toestand uit te voeren. En die juffrouw hier, Sirisha Bandla, die gaat die procedures en dergelijke een keer evalueren of dat ze daar aan alles gedacht hebben. Jeff Bezos heeft al die tijd, voorbij het twee decennia, ook aan zijn toestel gewerkt. En dat is een meer klassiek toestel. Dat ziet eruit als een gewone raket met daar van boven een tjoep. Wat dat eigenlijk de capsule is, waar dus de mensen in zitten. Dat is tot nu toe, ik ben een tel kwijtgeraakt, maar een goede 10 à 15 keren uitgetest geweest. Altijd onbemand. Dus dat vliegt ook volledig automatisch. Hoe gebeurt zo'n vlucht? Je wordt op een gegeven moment, zal er ook afgeteld worden, en dan schieten ze u naar boven.
Op een bepaalde hoogte scheidt de capsule zich van de capsule zich van de raket. De raketmotor is dan uiteraard al stilgevallen en beide vliegen dan verder totdat ze boven de 100 kilometer zijn. De raket valt naar beneden, capsule valt naar beneden. Ze laten die twee dingen, zeker de capsule niet, maar ook de raket niet neerkrashen. Nee, ze laten die zacht landen. En dan zullen ze zeggen, ah, dat doen die van SpaceX ook met een Falcon 9 en een eerste trap. Wel, tot grote spijt, misschien van Elon Musk, zij waren wel iets sneller. Wat dan de Musk later gezegd heeft, ja, maar wij lanceren wel tot in de ruimte en jij gaat maar 100 kilometer hoog, dat is niet hetzelfde. Heeft gelijk, maar de chef zei, wij zijn de eerste die een raket hebben laten landen op die manier. En zij waren ook de eerste die zo'n raket terug opnieuw gebruikt hebben. Bij SpaceX en Musk heeft dat een jaar langer geduurd vooraleer dat ze een eerste trap opnieuw gebruikt hebben. Maar de raket komt terug, kunnen ze opnieuw gebruiken en de capsule komt terug met hopelijk 3 parachutes, maar met 2 kan ook, dat is al uitgetest. En je ziet dat je daar, als je misschien dat ruimtevliegtuig nog herinnert van Branson, ze hebben hier veel grotere vensters. Je gaat veel beter naar buiten kunnen kijken. Je zit ook wat hoger, maar je bent grosso modo eenzelfde aantal minuten gewichtloos. En minuten dat je van het uitzicht kunt genieten. En de chef, die gaat op 20 juli. 11 juli gaat Branson, onze Vlaamse nationale, of nee, onze Vlaamse feestdag, sorry, nog geen nationale, maar onze Vlaamse feestdag. 20 juli, dat is aan de vooravond van onze nationale feestdag, maar 20 juli is vooral gekozen omwille van het feit dat dat de eerste maanlanding is op een 20 juli, daarom dat ze deze datum hebben uitgekozen. En de chef heeft van zijn broer gevraagd of dat hij mee wou, en die wou direct mee. Dan hebben ze ook nog een zitje verkocht. En we kennen die mens zijn naam nog niet. Alleen staat hem bekend als bidder 107, dus hij was nummer 107 in de veiling die daar geweest is. En die gast heeft, hebben dus $28 miljoen betaald. Voor een zitje dat je dus bij Virgin Galactic voor een, laten we maar zeggen, in de toekomst een $300.000 kunt hebben. En voor $28 miljoen kun je waarschijnlijk ook naar de ISS vliegen voor een week. Maar dit is natuurlijk wel een historische vlucht, want jij bent wel met Jeff en Mark Bezos de ruimte in geweest in de eerste bemande vlucht van hun raket. Dat is nog iemand die gratis mee mag, dat is Wally Funk. Ik vond dat een geweldige naam. Blijkt dat mens al een hele geschiedenis achter de rug te hebben. Want iedereen kent de Mercury 7, de eerste 7 astronauten van de NASA, die al wereldberoemd waren, nog maar voordat ze in de ruimte geweest waren. Dat was een dokter en die was geïnteresseerd, of die gasten die werden aan allerlei testen onderworpen. En hij dacht, hoe zit dat met vrouwen? Kunnen dat ook, kunnen die testen ook doorstaan? Hij heeft dus 13 vrouwelijke piloten bij elkaar gezocht en heeft die dames dezelfde testen laten ondergaan. En bleek dat die dat ook allemaal konden, dat erbij waren die dat beter konden dan de mannelijke versies. Alleen, dit was een privéonderzoek, dat werd niet betaald door de NASA. En die zijn dus ook nooit de ruimte in mogen gaan. Wally Funk heeft zelfs 2 keer geprobeerd om shuttle-astronaut te worden, maar NASA zei dat ze niet de juiste diploma's had en dat ze dus niet mee mocht. Ze had ondertussen ook al een ticketje gekocht, want bij de JEF konden nog geen tickets kopen. Dus als je in de ruimte wou geraken, kon je alleen nog maar tickets kopen bij de Richard. En ze had dus al $250.000 bijeen verzameld om zo'n ticketje te kopen. En nu mag ze gratis mee met de chef. En nu weet ik niet of ze er geld gaat terugvragen, dat weet ik ook niet. Maar het grappige is dat Jeff Bezos zijn vlucht als eerste aangekondigd heeft. En Richard Branson, eigenlijk was de oorspronkelijke planning dat Branson maar eerst binnen een maand of 2 de ruimte zou ingaan. Dat ze eerst nog een testvlucht met wel 4 werknemers van de firma, maar dat hij nog niet mee zou gaan. Maar toen dat Bezos zijn vlucht bekend maakte en dat hij op 20 juli in de ruimte ging gaan, ja, je begrijpt dat daar toch eens een keer serieus over nagedacht is en dat Branson de kans schoon zag om toch nog net iets sneller in de ruimte te gaan, dat hij die strijd tussen de twee dat hij in zijn voordeel zou uitdraaien.
11 juli, 20 juli, twee datums om deze vakantie naar uit te kijken. Of wij ooit met Urania een receptie op de maan gaan doen, dat weet ik niet. Dat moet je aan onze directeur maar eens een keer vragen wanneer dat in de planning zit. Al mag het voor mij dan wel een Urania biertje zijn en een aangepaste helm, want op deze manier gaat dat niet lukken, denk ik. En ik nodig u in elk geval, zo dadelijk ook, maar daar gaat chef denk ik zo dadelijk nog wel iets over vertellen, maar ik nodig u in elk geval al uit op 11 juli, die zondag, voor een livestream vanaf 3 uur, waar dat wij een keer gaan kijken hoe dat Branson in Space, hoe dat gaat verlopen. Dank u wel. Dank u Koen, dank u Roger voor deze bijdrage. Dat was het wat het vaste programma van vanavond betreft. Zoals gezegd sluiten we traditiegetrouw, hè, blij dat we dat terug kunnen opnemen, af met een kleine receptie. Voor de mensen die via de streaming kijken, het is spijtig genoeg enkel voor de mensen hier. We gaan nu zo dadelijk, want het moet ook toch nog allemaal coronaproof gebeuren, dus met de bubbels en de mensen aan tafel en niet aan de toog aanschuiven en zo. U krijgt allemaal 2 jetons die u bij de mensen die rondkomen kan inwisselen voor een drankje naar keuze, telkens. Prettige avond nog en hopelijk tot binnenkort op een van onze activiteiten en zeker op onze open deurdagen. Dank u.